Evidente, bienvenido a otro programa Rumo de Nos Compás. Hoy en nuestro programa nos vamos a concentrar en la visita de trabajo de nuestro presidente en Holanda en conexión con la Koninkrijksconferencia. Durante la visita de trabajo de nuestro presidente, él asistió también a la celebración del 10 aniversario del Santo Sacrificio en la Misa, Pantillano en Bibá, en Holanda. Esa que toma lugar en la Misa María en Johannes onder het Kruiskerk en Hoogvliet. Mi colega Ramón Jung ha traído un reportaje especial para mi insegur cada uno de vosotros lo disfrutaría. Primer ministro Gerrit Schotten, quien está en Holanda actualmente para la conferencia de Reino, dice después de su llegada fuera de Kosovo a asistir a la celebración aquí. Primeiro-ministro Schotten estava acompanhado pelo ministro plenipotenciário, Mr. Sheldry Osepa. Pastor Charles, pastor de Camerún, pero quende assim a papia papiamento, tem sua predicação a indicar que o ano 2012 lobaita um ano bendicionado para Kosovo e, a la vez, nos observa que começa a tratar outro com mais amor e maneira rende. Mas é que em tudo faz, mensa. Wij zijn gewoon mensen. Wij zijn mensen. En wij willen zodanig opgeroepen worden. En dan gaan we het ook proberen. Want dit jaar is een genadejaar. Door uw aanwezigheid hier weten we dat wij onze stem op die manier zullen laten horen. Wij zijn kinderen van God, beste mensen. En we willen allemaal bouwen aan een betere wereld, een betere samenleving, een betere gemeenschap. En we kunnen het niet alleen doen, we doen het samen. 10 jaar al doen we het samen hier in onze gemeenschap. En we proberen het naar buiten uit te stralen, naar buiten ook te brengen. En we willen ook dat mensen het zien. Dat degenen die daar boven zijn, dat ze het zien. En dat ze ook daarover praten. En als ze het niet zien, dat ze maar hier komen. Premierminister Gerrit Schotten también ha dirigido algunas palabras a Isnan presente. Él ha felicitado a todos los envolvidos con la organización de sacrificio de misa en el papiamento para sobre participando en la celebración aquí. Él ha sentido su mes de manera que está en Kosovo, mes y tabata. Tengo un honor para mí, como ministro presidente de Kosovo, que está muy posible y reconocer con alegría que 10 años largo a conservar os costumbres de se dividir na Kosovo. Amém! Sabe, não sabe que é parte de antias, mas a mim de se dividir na Kosovo. Amém! Espero não se tirar tu e bolo duchi. Não é até porque é figura do Kosovo, sabe bom. E agora você está comendo ancora viva e luce Kosovo in era. Vita di un generazione nuovo, vita io, appena 37 anni, ma vai un'elezione un anno passato, il nostro lavoro scorre, non sta cambiando Kosovo, è una direzione positiva, ma possiamo tu, dopo anni passato, portarmi un buon viva, a chi non è Olanda, un dia ancora, con luce in vista e amare di carine, di posto e tanto. Después del santo sacrificio de misa, el primer ministro Gerrit Schotten, junto con el ministro plenipotenciario, Mr. Sheldry Osepa, acorta el bolo de forma de Kosovo. Ya en la última tabatín es una llamada Sportgala de NOC y NSF en Holanda. Durante el Comité Olímpico y la Federación de Deporte de Holanda está organizando un encuentro de gala también para escoger el equipo con más a destacar durante el año. El año aquí, el equipo ganador absoluto ha resultado el equipo de béisbol que en luna de octubre el año aquí ha titulado campeón mundial después de dos ocasiones han ganado el equipo de Cuba que para 25 años largo está campeón del mundo.
Minister-president Gerrit Schotte también está presente en la ocasión aquí. PCI, durante el encuentro social organizado por Kashiko Show, la invita a pelotero nan y adunan un reconocimiento especial. Es aquí, abajo de la siguiente forma. Special voor jullie, een voorlop, de bosse van de regio, lo insegno te paga, lo cual vos anda siendo Paco Show. Jullie hebben talent en jullie hebben talent. En dit talent moeten jullie delen met onze jongeren op Curaçao. Daarom vandaag maken we een commitment als de regering van Curaçao. En ik praat voor iedere minister op Curaçao, die van justitie, die van sociale zaken, mezelf, VVRP, van allemaal. Wij gaan zorgen dat jullie elk jaar terugkomen op Curaçao voor een week en de All-Star Clinic geven aan die jongeren. Want jullie zijn de role models, de heroes van Curaçao. Kijk, jullie geloven niet wat deze jongeren doen, hè? Ze hebben hun studie opgegeven toen ze pro konden worden in honkbal. Ik vind het niet fijn. Ze moeten studeren. Ja, want één blessure, dan zijn ze eruit. En dan hebben ze geen studie. Dus ik wil ook praten met jullie wanneer jullie terug zijn. Want we gaan aan tafel zitten. Ik ben jullie vader niet, maar ik ga met jullie praten. Want als ik een scholarship moet regelen, dat moet het voor jullie zijn. Jullie moeten de bachelor titel of de master titel binnenhalen en doorgaan met jullie leven. En doen wat jullie fijn vinden. En ik weet, baseball dat was op Ida, per minister die was het in e bagage eten. Dat hoop ik importante. Mes un gozo con papi con Shurendi Martina, peccava su school, promette che la dico e dovrei dedicare su vita per London 2012. Mes un gozo con Santa, mi dico pensa, riba maia. Vosan mester pensa, riba maia. Però Awe, non la gami papi in maniera untata, non la gami Awe, non sfesteja, ma so queremi con sol da di fiesta. Mi taglia jammer che ti ora nostro papi di antiano non ora ti cos malo, però ora ti cos bon, mi che te le torrete su lenga papia e cos bon aki. Plama e reto aki papi, rol mondo. Chi con isla cecchito di 444 km quadrati, da sabi di produsi. Campiona di mondo. Tabata ministro presidente di Corsau, Gerrit Schotte. Voor de Hollanda, a rapportar Pablo Ramon Jung, collaborador di minister plenipotenziario Mr. Sheldry Osepa. E ma in te seguente, después de la celebración que pelotero nan, a comisa e tan spera con el Greg's Conference. Caminda e quattro paesi nan del reino a delibera pa just 2 ore largo. Nos minister president, naturalmente, tambe iba palabra durante e conferencia aquí. Vandaag had je het gevoel dat inderdaad het Koninkrijk, dat bestaat uit 4 landen, de kans hebben gekregen om te kunnen praten in alle gerustheid over knelpunten. In ieder geval die vandaag al te onderkennen zijn. En dat we gewoon bepaalde afspraken hebben gemaakt naar de andere en naar de volgende Koninkrijksconferentie. Die de datum ook vandaag al afgestemd is en ook vastgesteld is. Het is van belang, voor Curaçao natuurlijk. Dit was Eilandsraad besluit van 4 september 2010. Stond het al op papier wat de agendapunten waren die wij verder zouden willen bespreken in het Koninkrijk. En dat is ook vandaag gebeurd. Het buitenlands beleid van het Koninkrijk is er ook vandaag duidelijkheid gekomen dat de koninkrijksaangelegenheid wordt ingevuld namens alle 4 landen die het koninkrijk vormen. Dus de minister van Buitenlandse Zaken zal in de toekomst met de minister-presidenten aan tafel zitten om het beleid van het koninkrijk te kunnen stipuleren qua buitenlandse zaken. Dat is ook een grote voortgang, vooral nadat de laatste 55 jaar in de constellatie Antillen van 6 en ook van 5 op een andere manier werd gedaan. Het visie op het Koninkrijk hebben we ook 4 punten afgesproken. Maar het belangrijkste is dat
Daarnaast dienen door de landen ervaren praktische knelpunten en verschillen in interpretaties te worden geïnventariseerd en gezamenlijk te worden opgelost. En hiervoor wordt een werkgroep ingesteld. Dat is voor Curaçao ook van groot belang, want die knelpunten die wij nu vandaag meemaken na 14 maanden land Curaçao, kunnen wij nu, of verschillende interpretaties, kunnen wij nu gaan inventariseren en ook gezamenlijk oplossen in de toekomst. Nadat de werkgroep natuurlijk hun werk hebben gedaan en de voorstellen naar de landen toe sturen. Het verkeer binnen het Koninkrijk, dat is het beroemde Rijkswet personenverkeer, is vandaag duidelijk naar voren gekomen dat het vanuit elk land, qua ons eigen beleid, wij via het systeem van de huidige LTU's, landsverordening, toelating en uitzetting, is het principiële uitgangspunt voor de werkzaamheden van de in te stellen werkgroep. En dat is zeker voor Curaçao onze principiële uitgangspunt. Dat wij dit gewoon regelen vanuit de bestaande LTU's. Landsverordening, toelating en uitzetting. Geschillenregeling, ook een belangrijk punt. Die natuurlijk duidelijkheid zal geven en zal zorgen voor rust in het Koninkrijk. Want het hoeft niet zo te zijn dat steeds wanneer er geschillen zijn, dat eindigt in de Rijksministerraad. En daar heb ik dus ook veel waarde aan. Dit was een agendapunt van Aruba, maar het wordt gedragen breed door alle landen die vandaag het Koninkrijk vormen. Zoals ik al zei in het begin, een vruchtbare, constructieve onderhoud vandaag, de eerste Koninkrijksconferentie. Ik bedank de voorzitter voor zijn inzet, minister Donner ook, die geduld had om gedurende de hele dag samen hier te kunnen zitten. Ook premier Eeman, ook premier Sarah Westcott-Williams. En daar kon je echt voelen hoeveel waarde wij geven aan het structuur die we vandaag kennen als het Koninkrijk. Bedankt. Meneer Tursiman, ik wil je bedanken voor het sintoniseren van ons programma Rumbo de Nos Compas. Ik ben zeker dat het een programma interessant is, meneer Tursiman, want op het midden van het programma aquí semanal, voor het Mira Congo Biano de Curaçao, dat is ontwikkeld in verschillende arenas. No perder otra semana trove camino nos tiene más cosas interesantes de Rumbo de Nos Compas. Dankie.